Ik ben bezig met een serie die gaat over verschillen en verbanden tussen filosofie en wetenschap. En vandaag ga ik het hebben over experimenten. Een experiment klinkt voor mij als een woord wat een fantastische uitstraling heeft. Het doet mij denken aan een buurjongen van vroeger, toen ik nog een klein kind was. En die buurjongen die had een scheikundedoos. En die buurjongen die bedacht op een gegeven moment in de kerstvakantie dat hij ging experimenteren met kruid. En kruid kon je in die tijd heel makkelijk aankomen, als het namelijk nieuwjaarsdag was. Dan lag er overal op straat, lagen rotjes die niet afgegaan waren. Wij gingen allemaal op zoek en we brachten enorme bakken met rotjes naar hem toe. En wij mochten uit dank, mochten wij dan kijken hoe hij ging experimenteren met dat kruid. Wat hij er allemaal uitpeuterde. Wij vonden het gierend spannend. Het was werkelijk, want je kon niet weten wat er ging gebeuren. Dat hoorde bij een experiment. Een experiment had iets met krachten die je ging uitnodigen en je moest maar zien wat er zou gebeuren. En in mijn herinnering, want dit is natuurlijk de herinnering van een kind, was het echt werkelijk fenomenaal. Een gigantische knal, vuren, alle kleuren van de regenboog, een buurjongen die bijna levend verbrandde. Het was natuurlijk alleen maar in mijn herinnering zo, het was vast allemaal veel tammer. Maar dit is de associatie die ik heb met het woord experiment. Een wetenschappelijk experiment en een filosofisch gedachte-experiment is natuurlijk heel iets anders. En het opvallendste eraan is, hoewel het gaat over krachten die je niet kent, die je gaat uitnodigen als het ware in je laboratorium, waarvan je gaat kijken wat gaat gebeuren, wat je proefondervindelijk probeert vast te stellen, is het toch zo dat je haast obsessief met controle bezig bent. In een laboratorium maak je een opstelling waarin de werkelijkheid dan weliswaar uitgenodigd wordt om haar zegje te doen. Maar ze mag precies en alleen maar nog dat laten zien of dat vertellen wat je eigenlijk helemaal voorgekookt hebt en precies verwacht. En natuurlijk weet je niet of uitkomt wat je verwacht, maar je weet wel heel precies wat je verwacht. Dus je bent bijvoorbeeld op zoek naar het Higgsdeeltje. Je bent een natuurkundige en je hebt in CERN een opstelling gemaakt in Zwitserland in die enorme grote deeltjesversneller. Je laat daar protonen op elkaar knallen. En als het zo werkt zoals jij dat precies georganiseerd hebt, dan moet dat Higgsdeeltje zich wel laten kennen. Die moet wel zichzelf ontmaskeren. Er is een prachtig beeld van Francis Bacon, of in ieder geval dat wordt geassocieerd met Francis Bacon, waarin er over een laboratorium gezegd wordt, dat het eigenlijk, dus een experiment in een laboratorium, is eigenlijk een soort martelkamer. Waarin je de werkelijkheid uitnodigt, haar dan manipuleert en dwingt om precies te zeggen wat jij zo graag wil horen. Zij moet haar geheim wel prijsgeven. We kennen dit ook in de sociale psychologie. Dan gaat het eigenlijk soortgelijk. Je wil bijvoorbeeld weten of jongens meer drinken als hun beste vriend veel drinkt. Zeker als er meisjes bij in de buurt zijn. En in Nijmegen, in de Radboud Universiteit, hebben wij een lab, een barlaboratorium. Barlab heet dat. Dat is gewoon een kroeg, in ieder geval het lijkt gewoon een kroeg. Je kunt daar studenten uitnodigen, die kan je dan gaan laten drinken met elkaar. Je zet er een paar tussen die je bij het experiment betrokken hebt. Op commando drinken die veel of heel weinig. Je doet het een keer met meisjes erbij. En je gaat dan heel goed letten met al die camera's die daar zitten. Of die jongens, die beste vrienden van die mensen die bij het experiment horen, of die ook veel gaan drinken. En als je het experiment goed opgezet hebt, dan moeten die jongens als het ware wel, alsof ze in de martelkamer zitten, bekennen, laten zien dat ze veel of weinig drinken, als hun beste vriend veel of weinig drinkt. Zo werken wetenschappelijke experimenten. Wat gebeurt er nu in een filosofisch gedachte-experiment? Eigenlijk iets soortgelijks. Je haalt als het ware ook daar de wereld een bepaalde ruimte binnen. Het is een gespreksruimte. Het is een debat. Het is een ruimte waarin je de wereld niet fysiek binnenhaalt, maar in haar denkbaarheid. In haar denkkracht. Dus je vraagt andere denkers in dat gesprek. En je gaat bijvoorbeeld, je probeert te ontdekken hoe het gesteld is met de denkbaarheid van het begrip almacht. En je verzint een gedachte-experiment. Je vraagt je af, zou God, die immers almachtig is, een steen kunnen creëren die zo zwaar is dat hij hem zelf niet op kan tillen? Het is een prachtige manier om te kijken wat het begrip almacht doet. Want stel dat het God lukt. Hij maakt zo'n grote steen die hij zelf niet op kan tillen. Dan ontmaskert hij zijn eigen almacht.
Want hij is wel almachtig in die zin dat hij zo'n steen kan creëren, maar daarna kan hij hem niet zelf optillen. Als hij hem daarna toch stiekem zelf kan optillen, dan is hij dus mislukt in zijn almacht om een steen te creëren die hij niet kan optillen. Hier kan je iets interessants van leren. Misschien kan je niet hiervan leren dat God niet almachtig is. Dat weten wij veel. Maar wat je wel kunt leren, wat je hier wel van kunt ontdekken, is dat ons begrip van almacht een incoherent begrip is. Dat ons begrip van almacht zich niet door ons goed laat denken. Er zit een tegenspraak in die eruit komt als je dit gedachte-experiment onderneemt. En je kunt, er zijn heel veel gedachte-experimenten in de filosofie. Er zijn ook gedachte-experimenten die gaan over identiteit. Dus je kunt je afvragen, ik ben Theseus, dat is een heel bekend voorbeeld. Ik heb een schip, ik vaar ermee op zee. En mijn vraag is, is de identiteit van dat schip een kwestie van dat het materiaal hetzelfde is? En dan gebeurt er iets fascinerends als je bedenkt dat Theseus dag na dag, week na week, zo af en toe een oude plank moet vervangen door een nieuwe. En wie weet, na 10, 20, 30 jaar heeft hij een schip wat materieel gezien totaal nieuw is. Er zit geen één plank meer in die er vroeger in zat. Is het nog zijn schip? Is het hetzelfde schip? Wat bedoelen we daar met hetzelfde? Blijkbaar ontdekken we in de taal, in het gedachte-experiment, dat voor ons identiteit niet goed denkbaar is in termen van materiële identiteit. Dat is interessant. Er zijn natuurlijk heel veel andere manieren van over identiteit nadenken, maar je ontdekt zoals het ware de grenzen van onze taal. En dat is interessant. Dat is ook, denk ik, wat we kunnen leren van de vergelijking tussen wetenschappelijke experimenten en filosofische gedachte-experimenten. Want filosofen en wetenschappers moeten met elkaar samenwerken. Op een bepaalde beslissende manier heel belangrijk samenwerken. Want wat gebeurt er in een wetenschappelijk experiment? We proberen de wereld aan het woord te laten. We proberen de wereld het laatste woord te geven. We vragen aan de wereld, zijn er nou Higgsdeeltjes of niet? En als het werkt, zo'n experiment, vertelt de wereld in onze taal hoe het gesteld is. We geven haar het laatste woord in onze taal. Wij kunnen natuurlijk alleen maar snappen wat de wereld ons te vertellen heeft dan, als wij onze eigen taal perfect beheersen. Als we precies snappen wat je wel en niet kunt zeggen in onze taal. Anders heeft het helemaal geen zin om die wereld het laatste woord te geven. Maar om onze taal goed te begrijpen, om te snappen wat wij wel en niet denkbaar kunnen maken in onze taal, moeten we dus die taal heel goed onderzoeken. Dat doen filosofen in filosofische gedachte-experimenten. En hier gaat ook een grappig verschil ontstaan tussen de wetenschappers en de filosofen. Want wetenschappers willen de wereld het laatste woord geven. En op een bepaalde manier volkomen terecht. Maar filosofen zijn zo godvergeten eigenwijze mensen. Die kunnen op het moment dat de wereld het laatste woord heeft, kunnen ze daar gewoon niet tegen. Die beginnen direct met vragen, hoezo laatste? Hoezo woord? Hoezo wereld? En het grappige wat daar ontstaat, is dat filosofen eigenlijk best kunnen hebben dat de wereld het laatste woord heeft, maar niet goed kunnen hebben dat wetenschappers het laatste woord hebben. En die hebben altijd het laatste woord in hun experimenten. Want het zijn de wetenschappers die komen vertellen wat het laatste woord van de wereld is. En over wetenschappers denken filosofen één ding. Dat die ontzettend slordig zijn met onze taal. Verschrikkelijk.